Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk heet ik u hartelijk welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andrea Stribos en mijn gast is Walter Hendricks. Walter. Goedenavond. Zo, ik hoor aan je goedenavond dat je niet van Flaké bent. Correct. Ja, ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit het oosten van het land. In Dieren. Dieren? Op de Veluwe. Ja. En, is dat Veluwe of Achterhoek? Nee, het is de Veluwe hoor. Oké. Okay, okay. Bosbank. Ja, oké. Okay. Ja. Daar kom je vandaan. Maar je klinkt ook niet alsof je uit Dieren komt. Nee, maar ik woon al langer hier in het westen dan ik in Dieren heb gewoond. Ja, ja. Want ik was een jaar of 20 toen ging ik hier al naartoe. En dan ben ik in het Rotterdamse eigenlijk zakelijk opgegroeid. En ik hoor dat je uit Rotterdam. En hoe kom je dan in dit programma? Ja, nou dat is toch wel een heel verhaal eigenlijk. Ja. Ik heb hiervoor eigenlijk mijn langste tijd in de verzekeringen gezeten. En dat ging allemaal perfect. Ik had een gerenommeerd kantoor op hier, de eilanden Voorneputten. Met 35 mensen in dienst. En ging allemaal prima. Alleen wel op een gegeven moment ook ten koste van mijn huwelijk. Oh. Ja, dus na 27 jaar hield mijn vrouw het voor gezien. Je werkte te hard. Ja, ik ging eigenlijk op dat moment alleen maar voor één doel. Ik zou het fijn zijn als ik op mijn 50ste niet meer hoefde te werken. Ach. Ja. En dat is, ja, nogmaals, het was een hele mooie tijd. Maar ik heb er een hoge prijs voor moeten betalen. Ja. En toen heb ik het bedrijf verkocht. En ja, de helft ging naar mijn ex-vrouw. Ja. De andere helft had ik nog goed van kunnen leven. Waren het niet dat 2001, hè, alles keerde. Ja. Ja, en toen had ik verkeerde beleggingen gedaan. Etcetera, etcetera. Oeps. En toen leerde ik mijn huidige vrouw kennen. Nou ja, die heeft nog even letterlijk en figuurlijk kunnen pootje baden in de wilde die ik niet meer kon betalen. En dus op een gegeven moment is een hele grote kentering gekomen in mijn leven. Mijn huidige vrouw, die zat toen op een gegeven moment achter de computer. En ze zei, dat zou ik nou zo graag willen. Ik zeg, wat dan? Ze zegt, kerstfeest vieren met weeskinderen in Oeganda. Ja hoor. Ja. En mijn laatste bedrijfje wat ik over had genomen, dat was een wijngroothandel. Ja, en dat liep ook eigenlijk helemaal niet goed. Maar ik kon niet weg, want kerst en wijn, ja, dat was mijn enige goede maand nog. Dan zei ik, nou, ga jij nou maar lekker met die groep mensen mee, ik blijf hier. En zo'n 14 dagen daar geweest. Fantastische tijd gehad. Ja. En ze kwam terug en ze zegt, of zij, lieve schat, ik ben weer terug, maar mijn hart niet. Hmm. Toen dacht ik zo. En dan moet je je voorstellen, ik had alle luxe voorheen die je maar wensen kon. Ja. En dat is niet om Nee, zo zie je er ook niet uit. Nee, daar ben ik ook niet meer. Nee. Maar nee. Toen wel. Duurste Mercedes, grote villa met zwembad, mijn vrouw had een Mercedes, noem alles maar op. En het geld kon niet op. Ja. En ja, dat ben ik ook allemaal kwijtgeraakt. Alles. Door verkeerde beleggingen, et cetera. Ja, dus net wat ik zeg, mijn vrouw die kwam eigenlijk nog net in de naweeën van de goede tijd, financieel. En dan is het heel moeilijk om je status en trots in te leveren. Ja. Vooral als je niks meer hebt. Het was zelfs zover dat ik aan mijn huidige vrouw moest vragen, heb jij nog een tientje voor benzine? Ach. Terwijl mijn inkomen daarvoor ruim 2,5 ton was, samen met mijn vrouw. Ah. Ja, dan is het een hard gelach. Nou. Maar mijn vrouw kwam dus terug. En ondanks dat ik nog wel materialistisch was, toen raakte me die verhalen wel die ze vertelden. Ja. Toen zei ik, weet je wat, we gaan volgend jaar samen. Zijn we gegaan. Ik moet je vertellen, toen het raakte me allemaal wel wat ik zag. Ja. Maar van hier naar hier zakte het nog niet. En, maar wel zover dat ik dacht van, weet je wat, toen we thuis kwamen, we gaan een stichting oprichten voor die kinderen daar, voor de weeskinderen. Dat hebben we gedaan.
We hebben het, even kijken, alles bij elkaar, zo'n 8-9 jaar gedaan. We zijn begonnen met een gevangenisproject, waar kinderen vanaf 1,5 jaar zo klein zaten, in gevangenschap, omdat ze gebedeld hadden. Ja. Nou, dan moet je van staal zijn. Daar kon ik niet goed tegen. Daar ging het. Precies. Ja. Maar dan nog, bij thuiskomst, nog niet gedaald tot hier. Nee. En we zijn bij Nieuwsuur, het programma Nieuwsuur op televisie geweest. Daar werd dat project ook, kwam bij het Nederlandse publiek binnen. Nou, er is een paar honderdduizend binnengekomen. Echt? Ja. En we hebben toen met een Oegandese stichting, zeg maar, dan hebben we daar een dorpje gebouwd voor die kinderen. Met een weeshuis, een kerkje, ziekenhuis, alles erop en eraan. Nou, dat project runt zich nu zelf. Ja, dat is zelfvoorzienend. Ja. En daar hebben we 85 kinderen uit de gevangenis gehaald. En die mochten gewoon weg? Ja, die mochten weg. Want die hadden helemaal niet echt een strafblad. Nee. Nee. 300 kinderen zaten daar. Ach, wat vreselijk. Omstandigheden. Ach, wat vreselijk, ja. We hebben zelfs nog een nieuwe keuken gebouwd in de gevangenis, want die was er niet eens. En, maar weet je wat me nou het meest raakte? Dat ik op een gegeven moment, als je dan die kinderen een ei gaf, of een huk, dat ze hun hele hart gaven. Ja. En toen vroeg ik op een gegeven moment, ik werd een beetje jaloers. Ik zeg, vertel me nou eens hoe jullie kunnen stralen. Je hebt geen vader, je hebt geen moeder, je hebt geen vrijheid. Ja. En toen zeiden ze, rijkdom zit hier. Ach. Dat heeft nog 2 jaar geduurd, ja, voordat het van hier naar hier zakte. Ja. En hoe kwam dat? Dat kwam eigenlijk door de liefde van die kinderen. De liefde van mijn vrouw. Ja, en of er nou christenen zijn of niet die hier naar kijken. Maar ik ben een praktisch christen. Ik heb heel veel kerken bezocht. Teleurstelling op teleurstelling. En ik moet zeggen, de liefde van boven. In die drie eenheid dacht ik op een gegeven moment, ik kan hier ook nog wat betekenen voor mensen. Ja. Ja, toen heb ik een beetje research gedaan en dan kwam ik erachter dat op de eilanden, Zuid-Hollandse eilanden, ruim 16.000 huishoudens waren, onder het minimum zaten. En vergeet niet dan... 16.000 huishoudens. En hoe kom je dat te weten? CBS, opvragen. Oké. Okay. En dat waren cijfers van 2014 notabene. En ik ben in 2017 heb ik de kledingbank opgericht. Jij bent van de kledingbank, want dat hebben we nog niet gezegd. Nee, dat heb ik nog niet gezegd. Nee, het is namelijk zo, ik vond dus op een gegeven moment dat ik hier ook wat kon doen voor de medemens. En ik hoorde ook veel verhalen van armoede zus, armoede zo. Niet de armoede die we daar hebben gezien. Maar nee, voor Nederlandse begrippen, ja. Behoorlijk. En we hebben het nog niet eens over de groep die tussen wal en schip in zit. Nee. En dat is een hele grote... De werkende armen ook. Precies. Ja. Ja. Nou ja, toen heb ik wat research gedaan. En ja, ik wilde hier in Nederland ook wat gaan doen. Want in Oeganda kwam ik elk jaar. Maar dat is niet wekelijks, dat is niet dagelijks. Nee. Ja, zo ben ik eigenlijk tot het idee gekomen van... Nou, we zijn een kledingbank gaan oprichten. Die bestond helemaal nog niet. Nee. Ja, kringloop. Ja. Wij verstrekken gratis kleding. Gratis schoenen. En ondergoed importeer ik allemaal uit Duitsland. Nieuw ondergoed. En inmiddels, na zo'n 2 jaar, hebben we al zo'n bijna 1300 klanten. We hebben 60 vrijwilligers. Alleen financieel ging het vorig jaar heel slecht. En je weet je waarom? Nee. Op een gegeven moment je moet het van donaties hebben, ja, van fondswerving. Nou, dat had ik bij de stichting voor Oeganda had ik dat jarenlang gedaan. Maar daar zag ik ook een tendens dat steeds meer fondsen de deuren sluiten of strengere eisen stellen. En waarom? Heel Nederland, heel Stichting Nederland, vist uit hetzelfde vijvertje. Ja. Ja, en dan houdt het een keertje op. En wat ik dus merkte, ook bij de stichting Child of Uganda, die we toen opgericht hebben. Ja, daar werd steeds lastiger om geld te krijgen. En structureel krijg je nooit geld.
Het is altijd eenmalig. Ja. Ja. Nou ja, dat probleem, daar liep ik vorig jaar ook tegenop met de kledingbank. En toen dacht ik, jee, hoe gaan we dit oplossen? De ene afwijzing naar de andere. En toen dacht ik, ja, nou gaan we straks echt een probleem krijgen. Ja, en ik had wat spaarcenten. En die heb ik er maar ingestoken. 15.000 euro. Goeiedag. Om twee winkeltjes te openen. En die zijn in? In, hoe heet het? In Hellevoetsluis aan de Rijksstraatweg, nummer 51. Ja. En in Middelharnis aan de Schoolstraat 36A. Dat is het speelgoedhuis? Het speelgoedhuis, ja. Ja. Dat ben ik wel eens geweest. Klopt. Ja. Nou, daar verkopen we dus nieuw speelgoed. Dat is misschien 10-20% van hetgeen wat we hebben. De rest is allemaal wat we uit donaties krijgen. Ja. Maar daar zit ook vaak nog nieuw speelgoed bij, ingepakt en wel. Ja, ja, ik heb het gezien. Het ziet er allemaal keurig uit. Ja, ja, klopt. En ik wil me ook totaal niet associëren met een kringloopwinkel. Want nee. Ja, dat zijn we niet. We hebben wel tweedehands speelgoed, maar er wordt allemaal nagekeken. Overal waar batterijen in zitten, worden nieuwe batterijen ingezet. Noem alles maar op. Alleen het beste van het beste komt daar te hangen. Maar dat is bij de kledingbank precies zo. Als je daar in de winkel zonder kassa komt, dan kijk je je ogen uit. Nou, ik kom graag een keer kijken. Ja, ik nodig je zeker uit. Ja, maar hoe kom je aan die kleding? Die worden er wordt allemaal gedoneerd door particulieren, door kerken. Het is ongelooflijk. Daar komen duizenden kilo's per maand binnen. Echt? Ja, duizenden kilo's. En je geeft het weg? We geven het weg. En alleen het beste van het beste. Ongelooflijk. Ja. En je kunt niet kopen? Nee. Het is echt weggeven? Alleen maar weggeven. Oeps. Zie je het als een voedselbank? Maar ja. Wij werken ook nauw samen met de voedselbank in de regio. Ja. Die verwijzen de mensen ook door naar ons. Ja. Je kan ook niet zomaar binnenkomen en zeggen, ja, ik ben arm, ik heb niks. Nee, wou ik vragen, controleren precies. Ze ook? Ja. Je kunt alleen via een verwijsformulier bij ons een afspraak maken. Ja, dat vind ik heel redelijk. Ja. Ja. Want dan is er al een voorselectie heeft er plaatsgevonden door de voedselbank, de kerkelijke instelling, sociaal maatschappelijk werk, maar op. Ja. En zo komen Nederlanders bij ons, vluchtelingen, noem alles maar op, van alle categorieën, van laag tot hoge functies. En je hebt van kinderkleding tot? Tot volwassen, van babykleding tot volwassen. Zo. Ja. We hebben een ruimte van 400 vierkante meter daar en we komen ruimte tekort. Het is een enorme opslagcapaciteit die we hebben. Ja. En toch komen we weer ruimte tekort. Wat zijn we dan een rijk land, hè? Ja, maar weet je wat nou het rare is van dit? Je ziet aan de ene kant de rijkdom van het land. Een overschot aan consumptieartikelen, speelgoed of kleding. Ja. En aan de andere kant zie je dan de klanten die bij ons komen. Ja, nou dat is te triest voor woorden. We hebben het niet altijd over vluchtelingen die niks hebben. Nee, ook Nederlanders. Zelfs zakenmensen die in één klap failliet zijn gegaan. Omdat er een grote klant opstapte. En dan zie je zo iemand in de winkel breken. Ja. Die huilt. Ja. Schaamt zich ook nog, wat niet hoeft. Nee. Ja, dus het sociaal... Maar je hebt het zelf aan de lijf ondervonden. Ja. Ja. Dus ik heb ook een groot empathisch vermogen. Ja. Ja. Ja, wat dat betreft door schade en schande. Absoluut. Ja. Ja. En ik wil nog even terug naar jou, want de connectie met Goreo Flakey is dus dat je een winkel in Middelharnis hebt. Of woon je hier nu ook? Ik woon zelf in Dirksland sinds 4 jaar. Je woont in Dirksland? Ja. Oké. Okay. Mooiste plaatsje vind ik van, van dat, dit eiland. Dat mag je niet hardop zeggen, maar dat vind ik ook. Vind ik wel. Ja. Heel veel Nee. Ze zijn allemaal charmant op hun eigen manier. Hè? Ja. Je woont in Dirksland. Je hebt net verteld hoe je gekomen bent te doen... Dit wordt een hele kromme zin. Hoe je ertoe gekomen bent te doen wat je nu doet. Ja. En dat je dat hebt moeten leren. Ja. En wat je net zei. Je was geslaagd. Je was rijk. Ja.
Je had een huis met een zwembad. Alles op en aan. En dat was je van huis uit niet gewend? Ook. Ook? Ja. En toen zei je dat je dus... Ik weet niet meer hoe je het zei, maar er kwam iets van hoogmoed in voor. Nou, weet je wat het is? Het geld heeft jou op een gegeven moment. Ja, en het gaat dan heel makkelijker. Ja? Je vindt ook eigenlijk dat je er recht op hebt, want je neemt de risico's ervoor. Ja? Ja. En ja, als je dan gewend bent dat er zoveel binnenkomt, ja, dan ga je er ook naar leven. Mm-hmm. Ik was toen rijk in financiële zin, maar arm hier. Ja. En ik zou voor geen goud de switch weer willen maken. Nee. Absoluut niet. Nee. Ik ben nu miljonair hier. Ja. En dat draag ik uit. Ja. Aan alle vrijwilligers. Vergeet niet, er zijn heel veel vrijwilligers bij ons. Ja, het gros, dat zijn vrouwen. Ja. Dat is overal, hè? Ja, klopt. Maar met beperkingen soms. Vrouwen die een behoorlijk zware rugzak hebben. Ja. Maar weet je, daar ben ik dan wel voor. Ja. En het kantoor, mag je huilen. Ja. En lachen. Maar we zijn wel één grote familie. Ja. En ik nodig je bij deze speciaal nog een keer uit. Je, zelfs als ik er niet ben, zou je lekker naar de kledingbank eens moeten gaan kijken hoe de sfeer daar is. Ja. En ik probeer mensen uit hun isolement te halen. En ja, ze beginnen allemaal met een 10. Ja. Kunnen alleen maar afdalen. Ja. Maar ik probeer in ieder geval bloemen te laten ontpoppen. Ja. En bij ons staat sociaal, maatschappelijk en liefde en respect voor elkaar hoog in het vaandel. Het klinkt prachtig. Het is ook prachtig. Heb je genoeg mensen? Ja, op het eiland Voorne Putten wel. Op de kledingbank hebben we genoeg mensen. Het speelgoedhuis in Hellevoetsluis ook wel genoeg mensen. Maar in Middelharnis? Niet. Nee. Als het zo doorgaat, moet ik een paar dagen dicht per week. Ik krijg geen vrijwilligers haast hier. En we doen er alles aan. Niet te krijgen. En hoe komt dat? Weet je niet. Ik zou het niet weten. Echt niet. Nee. Misschien dat... Kijk, wij kunnen natuurlijk weinig publiciteit maken. Omdat we daar geen geld voor hebben. Nee. Dus ik kan niet constant advertenties plaatsen. Ik moet het van een redactioneel stuk hebben. Maar dan moet je ook niet elke week vragen. Nee. Dus ja, dan krijg je dit soort dingen. En dat betekent, we moeten het met een aantal overkanters hebben die hier nog bij springen. Anders zou ik hooguit 2 dagen open kunnen. Ja. En we zijn nu dinsdag tot en met zaterdag open. Maar ja, met de regelmaat van de klok gebeurt het nog dat ik er moet staan. En dat is niet de bedoeling. Nee. Nee. En jullie zitten in de Schoolstraat? Ja, 36a, tegenover het... Tech. Ja, klopt. Ja. 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 Als er dan mensen zijn die dit zien en die zeggen, oh, dat lijkt me wel leuk. Welkom. Welkom. Ja. Dan kunnen ze gewoon naar de winkel gaan. Ja. Kijk, en de vrijwilliger die daar staat, ze weten er allemaal van. Die pakken een inschrijfformulier, ze leggen alles uit. Ja. En dan kunnen ze zelf bepalen welk dagdeel of dagdelen ze willen... Oh, dat is heel mooi. Ja. Dat is heel mooi. Nou, ik hoop dat veel mensen het zien en dat ze ook... Ik hoop ook, het ook. Ja. Maar, je woont in Dirksland nu? Ja. En wil ik toch even weten, het mooiste dorp? Voor mij hoor, voor mij. Ja, ja, ja. En verder? Hoe bedoel je? De contacten? Ja. Nou ja, daar woon ik denk ik nog te kort voor hier. We hebben wel wat contacten, we hebben inmiddels ook wel wat kennissen hier. Maar dat is nog te kleinschalig. Okay. We hebben de meeste contacten eigenlijk nog op Voorne Putten. Daar heb ik 30 jaar gewoond. Ja. Dus ja, het is niet zo dat je nou... Kijk, we zitten ook niet in het verenigingsleven, mijn vrouw of ik. Mijn vrouw werkt nog. Ja, ik stop alle energie die ik heb hierin. Ja. In de winkeltjes en de kledingbank. Ja. Dus ja, het is mijn passie. Ja, dat merk ik. Ja, dat zou ik eigenlijk ook graag willen dupliceren in nog veel meer mensen. Want van dit vrijwilligerswerk word je echt blij. Ja, echt. Ja. Echt. Ja, ik geloof je direct. Ja. En dat speelgoedhuis,
Daar kun je ook kopen. Het is voor iedereen toegankelijk. Ja. In het begin is het nog wel zo geweest dat mensen denken, oh, dat is zeker alleen maar voor de armlastigen dat ze daar wat kunnen kopen. Nee, we hebben echt low budget prijzen. Het is ongelooflijk. Ik heb het gezien en ja. Ik heb ook gekocht. Ja, nou, ja. Kijk. En we zitten tegenwoordig ook, hebben ons aangemeld bij het kindpakket. Nou, dat is een heel, heel mooi initiatief van de gemeente, ja? Goeree-Overlakke. Nou, daar hebben we in 4 weken tijd al eens even kijken, want dan mogen we voor €15 uitzoeken per kind. Ja? Nou, dan kan je heel wat kopen bij ons voor €15. Ja. Nou, daar hebben we inmiddels al eens even kijken, wat telde ik vanochtend nog? 18, in 4 weken tijd al 18 klanten gehad, die we er zo even bij krijgen. Mooi. Nou, daar ben ik heel blij mee. En nou de vrijwilligers nog. Ja. Ai, ja. Ja, dat zou echt, dat zou fantastisch zijn. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja. Ja. We hebben er te weinig op dit moment. En vergeet niet, de mensen die van de overkant komen, ja, dan moet ik ook natuurlijk op zijn minst reiskosten betalen. Ja. Die kunnen ook niet voor niks rijden. Nee. Dus dat, en soms, ja, dan wordt dat een beetje lastig. Hè? Ja, ik heb nog... Oh, ik heb nog 100 vragen, maar we moeten alweer gaan afronden. Is dat weer zo? Ja, het is echt... Ja, als gezelligheid kent toch ook geen tijd, hè? Nee, dat is waar. Ik wil nog één ding weten, want dat hele rijk aan geld zijn, dat fascineert me wel. Ben je toen ook vrienden kwijtgeraakt? Toen je arm werd, zeg maar. Nee, ik heb van bepaalde vrienden afstand gedaan. Ik ben sowieso, omdat die te materialistisch ingesteld waren. Ik zat een beetje in dat wereldje van meer, meer, meer. En toen ik mijn huidige vrouw leerde kennen, die daar helemaal niks mee heeft. Nee. Van, doe maar lekker gewoon. Ja. En toen het kwartje echt van hier tot hier is gevallen, ja, toen heb ik afstand gedaan eigenlijk van al dat soort mensen. Ja. En weet je hoe dat bevalt? Ja. Ik zie het aan je. Ik zie het aan je. En ik dank je heel hartelijk voor je verhaal. En ik hoop echt dat er mensen zijn die zich aanmelden. Het kan even duren, want niet iedereen ziet het direct. Klopt. Maar ik hoop het echt. Ze zijn welkom. En ik zal ook mijn best voor je doen. Ik kan niet komen werken, maar... Nee, dat snap ik. Ja. Dank je wel. Jij ook. Heel hartelijk bedankt. Dit was de huiskamer. Wilt u zelf een keer komen praten of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan naar huiskamergo@gmail.com. De huiskamer wordt uitgezonden door Slogo en terugkijken kunt u via www.huiskamervanflakke.nl. Tot volgende week.